en Long Mary Lucy. Hey, dat is alleen dan wel een speciaal verhaal. Heel de koerslijn goud vanuit, hè. Dan gaat het terug zo'n beetje openbloeid zo. Pure nostalgie naar de roer. Ronnie, laatst erop met Vlaat, jong. Het is tijd. Oh, oh. Mogen we vragen aan diegenen die op het parcours zich nog bevinden om het parcours vrij te maken. Ondertussen hebben we het fluitsignaal gekregen van onze 60-plussers. En daar gaat meteen Jos van Kraan als een pijl uit de boog schieten vooruit. Dus diegenen die aan het losrijden zijn of zich aan het warmrijden zijn, mannen, gelieve het parcours vrij te maken. Want we zien daar ook een bedankt. Als een pijl uit de boom schiet vooruit. Dus diegenen die aan het losrijden zijn of zich aan het warmrijden zijn, mannen, gelieve het parcours vrij te maken. Kijk eens allemaal niks aan. Oh, oh, oh. Je bent precies ontbekken. Moet je gisteren een halfcross met een vraag in zijn wiel gereden? Ja. Toen is hij weggereden. Dat is allemaal een kop opstoot. Nee, toen was een kop opstoot, denk ik. Ik ga vandaag niet onder de warme terug doen. Daar ja, ik heb een klein kapje, een klein lombard, een klein...
Ik wil ook aan die regeling om die internationale rallysport
buitenactiviteit organiseren, omdat dat wel weer een meerwaarde heeft voor de
Olympisch kampioen 60 plus. Dirk van Sinaar. Nog even
even zeggen, de Drey, nog eventjes. Ja, ja. Als je makkelijk gezeten hebt, dan kan de Drey. En je neemt je blauw hangt, hè. Wauw, aan de rand verdoen. Ik ga stoppen zijn er maar. Niks van. Dat denk ik nog niet aan. Dames en heren, de zilveren medaille voor ons malen. Winnaar op het Gossel circuit. Dat verdient een applaus. Erik Tepp. We zullen blijven staan voor mij zijn. Gadverdikke nog. Zo hebben ze geëren. Toen waren ze er meer op. Spijt hier. Mannen van de Erik Tepp. Ik wil het als ze willen. Rui van den Berg. Op nummer 3, de man waar we niet van weten wat hij geboren is. Van die hitte duivels. Einde van de wedstrijd, ook voor Patrick Aerts. En dan op 4, Polge van Pai. Proficiat Polge. Tussen de boomen eraan. De lager is waar, dat mag alweer. Planten, het beste is, dan kunnen die al zich nestelen en hun worteltjes om na de liter niet eens sap uit de grond te trekken. Einde van de wedstrijd. Gaan we doen, hè? De spurt, hè? Spurtje, einde van de wedstrijd. Einde van de wedstrijd, ja hoor. Einde van de wedstrijd, dat is standaard op een zesde plaats. Voilà, dat is Anton. Daarachter Roland van Looy. Naar daar. Op en rond het gewezen motocross parcours waar regelmatig de provinciale kampioenschappen doen. Zeg eens, Michel, wat heb je ons te vertellen? Dat je hem vettig geworden. Dat kun je gaan wel zeggen, maar dat even. Pas een keer zien, ja. Dat is niet anders. Dat is een strik, hè? Ja, dat is een strik, ja. Hopelijk, hè? Ja. Wie weet. Goed, Chris. Is het eerst podium en dan... Ja, we gaan eerst podium. Waarschijnlijk vragen Michelke, hè. We zijn klaar. Allee, we gaan een beetje lion dansen. Alan Jackson. Allee, op. Voor de liefhebbers. Yeeha. Met de kamelen ook, hè? Die mogen meedoen, hè? Goede liefde voor de kamelen. Hier de Petersen, mannen. Harry B. Oorlog geboren in 46. Best op lift. En dan moeten we de war krijgen. En de Jan, hier is het. De Jan. Die nog gemakkelijk twee rondes kon doen. En hier hebben ze. Waar ik een lieve schot per dingen. Hier hebben ze. Waar? Stoppen. Inge. 50 plussers. Op nummer 3, jullie applaus voor Michel Mambai. 52 jaar gaan ze. 52 jaar. Alsjeblieft. Op nummer 2, de Belgische kampioen Wimke van den Berg. Wim Proficiat. En dan, dames en heren, de zilveren medaille van Rosmalen. Hier op nummer 1 op het grootste circuit, Erik Tepp. Proficiat Erik, niet alleen met je overwinning, maar ook met je zilveren medaille op het Europees kampioenschap van de Masters in de Rosmalen. Dames en heren, geef die mannen en zijn dame een applaus. Een dikke proficiat voor Michel Mampai, Wim van den Berg. Afronden mannen, afronden. Het podium bij de 60 plussers. Ik hoop dat ze aanwezig zijn. Ik hoop dat Walter Marijnis is, Mark Vleugels en Jos van Kraan. Dan zie ik al in de ogen van meervoudig wereldkampioen bij de Masters, Walter Marijnis op 3. Op nummer 2, Jos van Kraan. Jos van Kraan. Joske. Dit is hier wel. Geef hem een applaus. Mark Vleugels. Als je ritmoeding krijg je Vleugels. Alsjeblieft.
op nummer 1 een keikop voor te drinken. En een spontaan applaus, dames en heren, voor deze mannen. Walter de Marijnissen, de onzichtbare Jos van Kraan en de winnaar Mark Vreugels. Hey. Goed gedaan, mannen. Allee. En wat zingen we nog eens? Hey. En dan nu graag een streepje muziek.